van Zevira en Max, en super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn kanaal. Zoals jullie weten, geluid is natuurlijk ontzettend belangrijk als je YouTube video's gaat maken. En daarom heb ik vandaag een mixer bij me. En deze mixer is afkomstig van Behringer. En dat is de Xenix Q1202 USB. Ja, jullie weten het, ik ben hem. Dus heb je nou zin in? Doe nog wel eens de duimpjes omhoog. Dan gaan wij gelijk beginnen met deze video. Ja, zoals ik al vertelde, ik ga vandaag kijken naar deze mixer van Behringer. Het is de Xeni Q1202 USB. Oftewel, het is er een die gewoon op USB kan aansluiten en zo volgens je computer in kan zetten. Hij heeft 12 inputs en 4 XLR microfoon ingangen en volgens dus nog een aantal extra. Nou, genoeg gepraat, laten we hem gelijk uitpakken. En ik moet zeggen, als je mixers wil hebben geluid, ja, ik ben heel erg tevreden altijd met Behringer. Dus ik kies daar altijd eigenlijk voor. Als we de doos openmaken, zien we als eerste een klein pakketje. Ook wel een zwaar pakketje. En dit is, even kijken. Zo te zien, ik had al gedacht, is het een voedingsblok? Want je sluit hem namelijk aan met de USB, maar je hebt nog wat extra power nodig. Dus vanaf je een extra voedingsblok voor nodig hebt. En dit is een, even kijken, 31 watt voeding. Dus op zich valt wel mee hoe zwaar het eigenlijk is. En volgens daarnaast de USB-kabel om natuurlijk je computer te verbinden. Dan een opvangmateriaal. Een boekje. Nou, die gaan we natuurlijk later lezen. Maar ja, lezen. Jullie weten wat ik ermee doe. Ik word natuurlijk weg. En dan volgens hier hebben we al de mixer zelf staan. Nou, we gaan ze weer bij je afpakken. Wat een zin. We gaan hem even uitpakken. En dan, ja, ik weet niet wat het is. Ik weet niet of jullie het ook hebben. Maar als ik dingen kan uitpakken, vind ik altijd gewoon leuk. Het is gewoon leuk om dingen uit te pakken. Zo. Ja, dit is hem dan uiteindelijk. En ik moet zeggen, hij voelt gelijk, ja, redelijk heavy aan. Of dat is niet zwaar, maar hij voelt wel goed stevig aan. En het is ook gewoon aluminium zo short, lekker stevig. Als eerste zien we de inputs. Nou, ik zal het hier laten zien. Je hebt 4 XLR ingang microfoon. Dat zijn de microfoon met die dikke pluggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon instrumenten eronder zetten. Nou, dan heb je volume, de gain zitten. Vervolgens heb je nog in die andere knopje zitten de comp. Die weet ik even zelf niet wat hij doet, dat moet ik even opzoeken. Je ziet er high, de middel en de low volume staan, etcetera. Nog wat FX panelen, oftewel wat effecten hierop kunt zetten. En natuurlijk onderaan de hoofdvolume knop. Dan zien we vervolgens verschillende extra ingangen zitten. Dit zijn dus mono ingangen, dus je hebt de left en de right signaal. En deze ingangen zijn 8 ingangen, die kun je eigenlijk aansluiten met deze panelen. En dat zijn van die dikke jackpluggen, die kun je daarin steken. Vervolgens hebben we nog een extra paneel bij zitten. Nou ja, schuif, main switch, etcetera. En Phantom Power zit erop. Phantom Power zorgt er eigenlijk voor dat je bij de XLR ingang, dus deze 4 poorten, eigenlijk extra stroom naar toegang gaat sturen. Sommige microfoons hebben dat nodig, sommige niet, dus je kunt hem aan of uitzetten. Nou, vervolgens zit er aan de achterkant dus de USB ingang en uiteindelijk de power. En ik ben heel erg blij dat er USB bij zit. Want het zorgt er eigenlijk voor dat je hier binnen in het geluid kan gaan besturen zelf, zijn eigen geluidskaart in. En vervolgens digitaal naar je computer kan gaan doorsturen. Zodat je computer niet hoeft gaan rekenen, etcetera. Nee, hij lost alles op. Stuurt gewoon 1 signaal aan je computer door en daar wordt alles in geprocessed. Zo kun je eigenlijk heel simpel je hele computer eigenlijk hiermee je geluid gaan verdelen zonder dat je computer nog rekenwerk hoeft te doen. Oftewel, het klinkt als een ideaal mengpaneel, maar genoeg gekletst, laten we hem gelijk gaan installeren en zie ik jullie zo meteen terug. Het is op dit moment een aantal dagen later en zoals je kunt zien heb ik hier het paneel al neergezet. En als je naar het paneel gaat bekijken, bestaat het zo uit 12 verschillende kanalen. De eerste 4 aan deze zijde en de overige 4 zitten hier aan deze strook. Ja, hoe werkt het nou precies eigenlijk? Als we bovenaan kijken, zien we dat ik al 2 snoeren heb aangesloten. De linkse snoer is van de microfoon. Die kun je op positie 1, 2, 3 of 4 aansluiten. Dan hebben ze ook 4 verschillende kanalen om microfoons op aan te sluiten. XLR microfoons. Of eventueel instrument jack. Dus je zou bijvoorbeeld 1 microfoon op aan kunnen zetten. En bijvoorbeeld een gitaar. Of 3 microfoons, 1 gitaar. Mag je zelf weten. Dan hier onderaan vinden we de grote main knoppen. En deze geven eigenlijk de gain aan. Hier onderaan zie je vervolgens de gain knoppen. En de gain geeft eigenlijk aan hoe zwaar komt er binnen. Dus als je de gain hoger zet, komt hij harder binnen. Als je hem zachter, komt hij laag binnen. Ik heb hem nu al voor weken staan. Als ik hem wil uitdraaien, zul je merken dat mijn geluid zachter wordt. Ik krijg het uit zelfs. Je kon het niet horen, maar als je hem zachter draait, gaat dat geluid uit. En als je hem harder draait, pas op voor je oren, dan gaat hij uiteindelijk een stuk harder en zelfs tot maximaal toe. Nou, je hoorde hem al spieken net. Hij gaat echt heel hard. En onder de gain vinden we nog een aantal andere knoppen zitten. En eigenlijk deze hele reeks is bedoeld voor microfoon 1, deze voor microfoon 2, microfoon 3, microfoon 4. Nou, wij gaan zo alleen maar kijken naar de eerste reeks, want deze zijn eigenlijk allemaal hetzelfde verder.
Helemaal bovenaan ga je naar de compression kijken. En de compression, dat wil eigenlijk zeggen, hoe klinkt je geluid als je de microfoon verlaat en je menger binnenkomt. Nou, je kan hem helemaal omlaag zetten. Ik zal hem even omlaag draaien. Dan zullen we waarschijnlijk horen dat het geluid anders gaat klinken. En vervolgens kun je hem ook helemaal omhoog zetten. En zul je ook zien dat het geluid anders gaat klinken. Hij wordt het even ook harder gelijk. Nou, ik zet hem gewoon even in het midden neer. Dat vind ik zelf gewoon de fijnste stand. En vervolgens hier onderaan zien we een aantal andere knoppen zitten. Nou, de eerste drie, de bovenste drie eigenlijk, laat ik zo zeggen, geven aan hoe de tonen binnenkomen. Dus dit is voor je high tonen. Die kun je ze helemaal omhoog zetten. Of omlaag bedoel ik. Maar je kunt hem ook helemaal omhoog gaan draaien, zodat hij maximaal binnenkomt. En dan krijg je eigenlijk dit geluid. Nou, ik vind dat niet mooi, dus ik laat hem iets zachter staan. Ik kan hem ongeveer hierop staan. Dat kun je hetzelfde doen met de middelste tonen ook. Nou, je merkt wel, als je hem omlaag zet, gaan de middelste tonen weg. Zet je hem helemaal omhoog, ga ik ruis krijgen in de lijn. Dus je zou nu ook heel veel ruis horen. Nou, ik ga hem even weer terugzetten. Ik vind dit een mooie stand. En hetzelfde geldt met de lage toon. Ook die kun je omlaag zetten. En ook weer omhoog. Nou, ik heb hem zo staan. Maar ik zou wel zeggen, als je het zelf gaat doen, ga bij je eigen microfoon kijken. En bij je eigen stem ook. Wat bij jou het fijnste is. Want bij iedere microfoon en iedere stem is het anders. Mocht je ruis krijgen, kun je even de low-cut filter indrukken. En dan gaat dus extra geluid eigenlijk, ja, extra ruis uit je microfoon halen. Nou, als je hem indrukt, krijg je dus dit geluid. En als ik hem eruit haal, krijg je dit geluid. Ik moet zeggen, ik merk niet heel veel geluid dat ik net ging kijken. Maar misschien tijdens het opnemen is het anders. Dat kunnen jullie horen. Volgens hier onderaan vind ik nog een FX-knop. Daar komen we zo meteen op terug. Dan zie je nog een pen. Wil je het geluid, dus of een pan eigenlijk moet zeggen, wil je het geluid links op je microfoon laten komen of rechts? Dus draai je hem helemaal naar links, dan hoor je het aan de linkerzijde van je microfoon. En draai je hem helemaal naar rechts, dan hoor je het, ja, de naam zegt al, aan de rechterkant van je microfoon. Ik kan hem gewoon lekker in het midden. En hier onderaan staat eigenlijk de main level, dus het volume. Hoe hard wil je het eigenlijk verder gaan doorsturen? Ik heb hem maximaal openstaan, maar het is gewoon puur nogmaals voor mijn microfoon en voor mijn stem. Kijk jezelf even naar. Nou, dan hebben we deze kant helemaal gehad. Dan kunnen we eigenlijk naar boven gaan. En dan komen we hier bij de FX Send uit. En wat wil dat eigenlijk zeggen? In deze, ja, audiopaneel moet ik eigenlijk zeggen, zit geen interne effectenpaneel. Dus mocht je een apart effectenpaneel willen aansluiten, dan zou je die hierop aan kunnen gaan sluiten. Let op, het is geen input, het zijn outputs. Als we even teruggaan naar deze rode knop hier, dan zag je ook die rode knop bij mij wat hoger staan. Als ik die knop omlaag zet of omhoog zet, kan ik bepalen hoeveel van dit volume er via de FX uitgaat. Dus stel, ik zou mijn stem nog een soundcomputer in willen sturen, dan zou ik via die kant kunnen gaan doen. Stel, ik wil bijvoorbeeld mijn gitaar die kant op sturen, kan ik dat doen? Dan zet ik hem op 0 en mijn gitaar open bijvoorbeeld. Kun je zelf kiezen. Nou, ik heb dat niet, maar ik ga daar zo meteen wel laten zien, want ik ga daar wel iets op aansluiten. Kom ik dadelijk op terug. Maar hieronder zien jullie ook nog verschillende inputs zitten. En dit zijn zijn inputs. Dus boven zijn outputs, dit zijn inputs. Dit is je left en je right voor kanaal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En die kun je dus via deze kant gaan besturen. Je ziet eigenlijk al, hij heeft veel minder knopjes als hier, veel minder zelfs. En je kunt eigenlijk alleen bij de inputs de balance gaan bepalen. Dus ga je over je linkerkant of je rechterkant? Wat is je volume, dus je main level? En je kunt ook bepalen of je deze richting je FX-paneel wil sturen, ja of nee. Dus nogmaals, met al die rode knoppen kun je eigenlijk je FX-paneel gaan besturen. Nou, ik heb hem voor nu eens uitstaan, maar daar komen we daar ook op terug. Voor zien aan de rechterzijde van ons vind je je main FX-send, dus hoeveel ga je geluid normaal naartoe sturen, dus je main output eigenlijk. Dan zie je nog een aantal knoppen zitten. Nou, geloof me, die knoppen kun je weten niet gebruiken, die zijn gewoon waardeloos. Die zijn heel slecht ontworpen. Ze werken wel, maar niet handig. Dus ik zou zeggen, vergeet deze twee knoppen gewoon, die bestaan gewoon niet. Dan vind je nog een andere knop en die kan wel handig zijn. FX to Control Room. En Control Room, dat wil eigenlijk zeggen, stel ik heb, voordat ik alles live naar de box stuur, een aparte kamer zitten, waar iemand zit die naar het geluid kan gaan luisteren. Die kan gaan luisteren of alles waar klinkt. Of je kunt het wel naar de artiest zelf doorsturen. Dat is ook handig voor als je een zanger hebt of een zangeres. Als je deze knop indrukt, dan zul je merken dat deze outputs ook aangaan. En wat doet het dan eigenlijk? Dan zal die niet je main out via die kant eruit sturen. Dus hoe klinkt het met alles samen? Maar dan zal die alleen maar gaan uitsturen wat jij via de rode knop hebt opgezet. Dus in mijn geval zul je natuurlijk alleen maar channel 1 uitsturen. Nou, daarnaast zien we nog Phantom Power. En Phantom Power is noodzakelijk als je microfoons hebt die dat vereisen. Mijn microfoon vereist het niet, dus ik kan hem gewoon lekker uit laten staan. Maar als je een microfoon hebt die Phantom Power vraagt, zet even het knopje aan, dan werkt dat. Als je microfoon het niet veraagt, zet hem ook niet aan. Want dan kan je microfoon aan kapot gaan, dus doe dat gewoon niet. Dan zie je nog je main balance of je mixer out. Ja, die heeft allemaal verschillende namen. Maar dit betekent eigenlijk gewoon je algemene volume. Dus
zet ik deze uit. Gaat alles uit van al mijn kanalen. Zet ik hem helemaal open. Gaat alles aan van alle kanalen. Dan zal ik hier onderaan regel je het volume per kanaal. En hier regel je het volume met alle kanalen samen. Dan zijn we bijna. Dan hebben we alleen nog twee inputs over. Dat zijn deze twee met die wit-rode inputs. Van input en output zelfs. De onderste input, de bovenste output. Waar kun je die eigenlijk voor gebruiken? Die kun je eigenlijk voor gebruiken als je je computer bijvoorbeeld wilt gaan verbinden met dit mengpaneel. Wat je kunt bijvoorbeeld doen, je kunt bijvoorbeeld jouw computergeluiden uitsturen richting hier. Dan komen ze op binnen. Dan zullen ze dus binnenkomen hier op een van de kanalen. En vervolgens kun je eigenlijk met deze knoppen bedienen, maar wat ik al zeg, die werken al voor bak. En kun je van de andere kant uitsturen. Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik gebruik ze persoonlijk niet. En ja, je mag ze wel gebruiken, maar ik zou het niet aanraden. Dus ik zou eigenlijk deze twee knoppen vergeten en deze. Oh, ik zou eigenlijk deze knoppen vergeten en deze zou ik ze ook al vergeten. Oftewel, even kort samengevat. We zien hier links vier inputs. Dat zijn voor je XLR microfoons of voor jack inputs. Je microfoon of bijvoorbeeld op piano, gitaar, etc. Je kunt je main volume daarmee regelen. Dus hoe hard komt die binnen mengpaneel. Vervolgens kun je er eventueel een compressie op toe gaan passen. Je kunt via deze drie, dus de high pitch, medium pitch en de low pitch gaan aanpassen. Dus je geluid een beetje gaan fine-tune eigenlijk. Hier onderaan kun je geluiden richting de FX paneel sturen. En dan kun je ze eigenlijk een extra output op aansluiten met dus een soundprocessor. Let wel op, als je die gebruikt, het is alleen een output. Dus wil je het geluid ook binnen laten komen, dan moet je het output van de FX paneel weer bijvoorbeeld hier op een van de panelen binnen laten komen. Let dat wel eventjes op. Vervolgens kun je de pen aangeven. En de pen geeft eigenlijk aan, wil ik het geluid over de linkerkant van de box laten lopen of over de rechterkant van de box. En die onderaan nog gewoon de main volume eigenlijk wat je kunt gaan gebruiken. En nu ga ik hem verder aansluiten, want hoe ga ik hem nou aansluiten? Ik heb al mijn microfoon aangesloten en ik heb ook mijn koptelefoon aangesloten. Maar jullie zien al, ik heb hiernaast nog extra kabels liggen die ik ook wil aansluiten. Nou, hoe ga ik die aansluiten en waar sluit ik ze voor aan? Als eerste ga ik beginnen met deze plug. En deze plug zet ik in de FX. Wat doet deze plug namelijk? Deze plug is voor jullie namelijk niet te zien. Ja, ik heb alles klaargelegd, want ik zal jullie laten zien hoe ik mijn paneel zelf ga aansluiten. Als eerste gaan we even deze kabels wegleggen. En beginnen met deze jack. Dit is voor mij een jack. En deze jack gaat richting mijn telefoon. Zoals jullie weten, als ik een livestream heb, kunnen jullie live inbellen met mij. Nou, ik wil natuurlijk ook wel dat degene die inbelt mij kan horen. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb eigenlijk mijn telefoon aan mijn FX gehangen. Nu kan ik via dit volume dus precies regelen hoe hard mijn geluid binnenkomt bij degene die belt, ja of nee. Dus stel degene die belt zegt van nee, ik kan je niet goed verstaan. Kan ik deze volumeknop hoger draaien? Kan hij mij duidelijker horen? Zegt hij van ik vind het te hard, kan ik hem eventueel zachter zetten. Zonder dat jullie tijdens een livestream daar iets van zullen horen. Maar natuurlijk, ik heb niet alleen output, maar ik moet ook een input vanuit de telefoon hebben. Deze twee, die komen vanuit mijn telefoon binnen. Dus als iemand aan het praten is, komt het geluid hierover binnen. Die zet ik op channel 5 en 6. Dat zijn deze twee. Dus ik kan ook met deze precies regelen hoe hard komt het volume binnen bij jullie als jullie livestream aan het kijken zijn. Maar eventueel zou ik hem ook terug kunnen sturen naar de bellen, maar dat gaan we nu doen, dat is een beetje onhandig. En dan heb ik nog twee pluggen over, dat zijn deze twee pluggen. Deze twee pluggen heb ik eigenlijk op een aparte soundcomputer aangesloten. Ik heb namelijk nog een aparte soundcomputer die muziek kan gaan afspelen. Zo kun je tijdens livestream mooie muziek gaan horen. Die sluit ik op deze twee aan. Even kijken. Zo. En zo. Oftewel, wat heb ik op dit moment aangesloten? Ik heb op dit moment mijn hoofdmicrofoon aangesloten. Ik heb mijn inkomende telefoontjes aangesloten. Dus hoe mijn telefoontjes binnenkomen. Hoe mijn telefoontjes uitgaan. Hoe mijn muziek binnenkomt. En hoe via de achterkant alles uitgaat richting mijn koptelefoon, zodat ik alles mee kan gaan luisteren. Ja, dit is eigenlijk een beetje hoe ik mijn mengpaneel heb aangesloten. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden en ja, ook wat jullie van het geluid vonden. Want al dit geluid dat jullie net hebben gehoord is allemaal opgenomen met mijn studio microfoon via deze geluidmixer. En alle andere microfoons heb ik dus ook uitgezet hiermee. Even een vergelijking. Dit is bijvoorbeeld het geluid van mijn webcam. Dit is het geluid van mijn microfoon die op mijn camera zit. En dit sluit via mijn studio microfoon door een mengpaneel en dan zo de computer in Audacity. En zo heb ik hem onder deze video gezet. Ja, ik hoop dat jullie dit een interessante video vonden en dat jullie ook veel aan hebben gehad. Mocht je nou nog vragen hebben over het mengpaneel of hoe ik het heb aangesloten, stel je vragen dan gerust die onderaan de reacties. Dan ga ik die heel graag voor jullie beantwoorden. Dus ik wil maar één ding zeggen op zijn Brabants en dat is houdoe!